ook horen misschien. Zo. Ja, zoiets. Ja. Oké. Okay. Goed. Helga van Leur, zijn we in gesprek op een warme dag in een strandtent. Toepasselijk, hè? Hoe fijn is dat op zondag? Ja, hoe wist ik het van tevoren? Ja, precies. Ja, hoe wist je het? Helga van Leur, jij bent al 20 jaar lang het weergezicht van RTL. Dat word je niet zomaar. Je hebt natuurlijk meteorologe, ben je van beroep, gestudeerd aan de Universiteit van Wageningen. En niet onverdienstelijk ook, 3 prijzen gewonnen, of diverse prijzen gewonnen, zoals 3 maal meest favoriete weerpresentator van het jaar. En daarnaast, en daar gaan we het straks ook nog meer over hebben, geef je ook lezingen over weer, klimaat, duurzaamheid en gedrag. Ik heb 3 kinderen en de oudste is 7. Helga, als je aan mijn zoon van 7 zou uitleggen wat is klimaatverandering en waarom is het goed om daarover te hebben, wat komt er dan mee op? In Nederland heb je een klimaat waarbij het af en toe regent, wat heel goed is voor de planten. Dus alles wat je eet kun je in Nederland delen, omdat we een heel gunstig klimaat hebben. Dus een klimaatverandering wil eigenlijk zeggen dat in een vrij korte tijd die omgeving aan het veranderen is. En je kunt je... God, ik praat ook echt alsof ik tegen een kind van 7 heb. Ik merk het meteen. Zo praat ik ook altijd met Chris. Ja. Maar het is wel duidelijk. Chris, leuke naam. Ja, ik weet mijn oudste ook. Ja, nou kijk eens aan. Ja. Dus het gaat over wonen, over eten en eigenlijk onze leefomgeving die verandert. Ja. Ja. Wanneer heb jij voor het eerst over klimaatverandering gehoord of geleerd? Eigenlijk was dat zelfs al op de middelbare school dat er signalen waren. Dus en toen hoorde je er voor het eerst over? Toen al, want je had in de jaren 80, eerst hadden ze het over opwarming en toen kwam er in één keer de term global cooling. Ja. In opspraak. In één keer in de jaren 80 zagen we dat die temperatuurstijging die we al die tijd gezien hadden, af begon te vlakken. Ja. Dus de aarde was aan het afkoelen. Nou, is natuurlijk heel veel onderzoek naar gedaan, maar toen bleek eigenlijk al dat we de lucht veel schoner aan het maken zijn. We hadden een probleem met ozon. Ozon zit hoog in de lucht. Dat werd steeds minder hoog in de lucht. En daardoor is de lucht schoner geworden en bleek dat nadat het schoon was, in één keer die temperatuurstijging doorging. En voor die tijd was het dus de vervuiling in de lucht die zat. Als een soort mist die zon een beetje tegenhield. Op het moment dat het klikte van hier wil ik me bezig gaan houden. Of dit is superbelangrijk. Belangrijker of leuker dan andere dingen. Was dat ook al zo vroeg? Maar dat ik echt dacht, oeps, er verandert wel iets waar je echt meer mee moet doen. Ik denk dat het ook een beetje gekomen is door de IPCC-rapport. Hè? Het International Panel of Climate Change. Een groep wetenschappers die gewoon elke 5, 6 jaar rapporten uitbrengt. En dan heb je echt een wetenschappelijke basis waarmee je verder kunt. En ik ben natuurlijk wel wetenschappelijk opgeleid. Ik ben niet heel activistisch, want ik vind het slecht gaat met milieu. We moeten van alles doen. Nee. Maar wel, oké, waar is dat dan op gestoeld? En waar komt dat dan vandaan? Want als je de bron weet, dan pas kun je dingen gaan aanpakken. En dat is in de jaren 90 geweest, in mijn studietijd, denk ik. Ja, dus eigenlijk toen die rapporten verschenen. Maar ook nog niet eens van, ik moet daar echt iets mee gaan doen. Maar wel, wacht even, dit is wel belangrijk. Dit gaat wel invloed hebben in alles wat wij doen. Ja. Na 20 jaar vind je tijd om meer ruimte te maken voor je andere activiteiten. Op het gebied van weer, extreme klimaat, duurzaamheid en gedrag. Waarom wil je dit nu fulltime gaan doen? Omdat ik het er al een tijdje bij deed. Mm-hmm. En dat is ontzettend leuk, want voor elke lezing reserveer ik 4 dagen en dan ga ik zitten snuffelen. Dan ga ik kijken van wat is nou voor die groep iets wat hun aanspreekt. Ja. Want als je standaard verhaal uit de kast trekt, volgens mij zijn mensen daar heel snel op uitgekeken. En ik sta daar niet om mijn verhaal te vertellen, ik sta om jou te raken. Ik wil weten wat jij belangrijk vindt. Dus ik ga het gesprek aan met de klant, van wat is het voor bijeenkomst, wat wil je er graag uithalen, wat vind jij belangrijk, wat vind je belangrijk voor de mensen die er zijn. Dus ook ter plekke het gesprek aangaan, van jongens, dit zijn dingen die veranderen en dit heeft voor jou deze consequenties. En dat is ontzettend leuk om te doen. En dat ligt natuurlijk ook omdat het elke keer anders is. Altijd een beetje net op de rand van je comfortzone. Maar alles wat je eng vindt en aanpakt en het lukt, dat geeft de grootste kick. Ik heb met Annabel al cursussen gevolgd, psychologie voor duurzaamheid. Ja. Een aantal cursussen over het brein en hoe werkt dat brein. En ik denk dat dat uiteindelijk de sleutel is. Juist. Want het heeft geen zin om te zeggen, kijk eens wat er allemaal verandert, het is vreselijk. Want klimaatverandering is niet per definitie slecht. Ja. Alleen je moet je realiseren, wat is dat dan als impact voor jou? Ja. Waar wij nu wonen in Nederland, of wat heeft dat voor impact op mensen die in hele droge gebieden wonen? Ja. Of als je in Engeland vertelt, het wordt steeds warmer. Ja, boeien, fijn, leuk. Ja. Maar het gaat steeds vaker regenen. Ja, dan heb je de Engelsen te pakken. Hè? Ja, ik bedoel, dat raakt ze wel. Ja, ja, ja. Dus je moet heel lokaal gaan communiceren en kijken wat jij belangrijk vindt. En dat dan vooral koppelen naar handelingsperspectief. Ja. Wat kun jij dan doen?
We hebben over zoveel dingen hebben we geen macht. Wat er in Amerika gebeurt, wat er in Rusland gebeurt, wat die Arabieren bedenken. En dat mensen ook gaan voelen van, maar ik vind het ook gaaf om ermee aan de slag te gaan. Want het gaat over mij. Ja. Wat ik leuk vind. Nee, dat deed... Ja, wat geeft jou inspiratie om, om de positieve kant te blijven zien en de hoop overeind ja, te houden? Ja, mijn DNA denk ik. Ja, je DNA. Hoe goed in ieders DNA hier in Nederland zit erop. Ja. Je moet ook omgaan met een land wat laag gelegen is. Mm-hmm. Dus de strijd tegen het water, het best wel overleven. Vroeger hadden mensen het echt niet zo breed en zo makkelijk als wij dat nu hebben. Dus dat zit altijd wel een beetje in ons. Wat geeft mij dan inspiratie? Als ik zie dat er dingen gebeuren waarbij de impact is op mensen, dan denk ik, oké, maar wat kunnen we hier dan mee? Weet je, ga ik klagen dat we extreem veel regen hebben of ga ik denken, ik moet mezelf minder kwetsbaar maken. Mm. En ik denk dat de kern ligt bij kwetsbaarheid. Kijk, als jij onder zeeniveau woont en het waterschap pompt elke dag 25 centimeter onder je voeten vandaan, dan wordt er keurig voor je gezorgd, maar je beseft het dus niet meer. Want je vindt dat allemaal normaal. Ja, je woont aan zee, prima, het zal wel. Ja. Als die pompen een keer ophouden, dan merk je al binnen een dag dat je hele natte voeten krijgt. Ja. Maar je voelt je niet kwetsbaar. Terwijl als je in een land woont, bijvoorbeeld in Bangladesh, waarbij je een keer wat hoog zeewater hebt vanwege een storm, dan zijn heel veel mensen gelijk te dupe. Ja, die zijn veel kwetsbaarder. Sterke beelden, hè? Ja, dus als er een orkaan over Bangladesh heen trekt, dan heb je heel veel ontheemde, gewonde doden. Ja, trekt dat ergens nog een veel sterker orkaan over het Middellandse Zeegebied? Is er niks aan de hand? Of het oceaan, is er niks aan de hand? Wat, dus je kwetsbaarheid... Wat dat betreft, hoe is die kwetsbaarheid in Nederland? Ik denk dat veel mensen denken, nou ja, dan hogen we de dijken toch op en dit managen we wel. Misschien, ja, wie betaalt dat dan? Misschien hebben ze ook... Ja, dat weet ik niet, maar... Ja, nee, maar daar kom je natuurlijk... Welke weersgevolgen gaan wij concreet merken? De verandering van het wereldwijde klimaat heeft een aantal consequenties voor Nederland. Namelijk een stijgende zeespiegel. Het probleem is dat Nederland nog steeds zakt. Dus de westelijke helft van Nederland is nog steeds aan het zakken na de laatste ijstijd 12.000 jaar geleden. Ja. Dat komt weer omdat er toen heel veel ijs op Noorwegen lag. Dat drukt als een waterbed Noorwegen naar beneden en Nederland lag hoog. Dat ijs is gesmolten, dus Noorwegen komt omhoog en Nederland begint weer te zakken. Ja. Plus Nederland bestaat uit heel veel veengebieden. Dat klinkt in. Ja. Ja, dus dat zakt in. Dus westelijke Nederland, lager en het water wordt westelijk Nederland wordt steeds lager. Ja. En het water komt hoger. Dan heb je nog water van de rivieren. Dus dat is met name afvoer als het heel veel smelt of als het in Duitsland heel veel regent. Ook dat is een bedreiging. Want hoe smaller je de rivieren maakt met dijken eromheen, hoe minder ruimte het water heeft, hoe groter je problemen worden. Dus vroeger hadden wij de zomerdijk en de winterdijk en dan mocht het af en toe overstromen. Maar hoe meer dat dus inperkt, hoe groter de problemen worden. Ja. Dus ook dat is een probleem. Het probleem is de verzilting, met name langs de kustgebieden. Als het wat langer droog is, kan het zoute water vanaf zee kan in de bodem doordringen. Zeeland, Zuid-Holland. Het gaat ook veel meer dan een paar graadjes erbij. Ik hoorde hele verhalen temperatuur over water is de grootste bodem. Issue. Ja. Ja, ja. Alleen temperatuur is wel brandstof voor meer heftige buien. Ja, ja. En zo'n heftige bui is natuurlijk maar een kortstondig moment. Maar ja, kijk maar naar vorig jaar, 23 juni 2016. Ja. De Zuidoost-Nederland, ze hadden al een kletsnatte begin juni. En vervolgens op 23 juni zijn er enorme hagelstenen gevallen. Ja. En windstoot. En er zijn nu nog steeds mensen die zeiltjes op de daken hebben. Omdat het nog steeds niet gerepareerd is. Ja, ja, ja. En die angst die zit er zo sterk in. Ook landbouwers, hele kassencomplexen die verwoest zijn. Landbouwers die gewoon niet meer kunnen telen. Die echt weer een paar jaar moeten wachten tot hun gewas op sterkte is. Omdat het water te lang op hun land heeft gestaan. Dus, en dat zijn kortstondige consequenties waarbij mensen wel geneigd zijn. We moeten wat doen. Nou, als je in de zomer een hoge watertemperatuur hebt, krijg je blauwalg. Ja. Je krijgt botulisme. Je kunt de water of de energiecentrales niet meer goed koelen. Je kunt het landbouw niet meer besproeien, want je mag geen water meer onttrekken. Ja. Het transport gaat problemen krijgen. Het wegdek heeft onder te lijden. Dus eigenlijk hebben alle sectoren te lijden onder het feit dat dingen veranderen. Ja, dat is echt zo'n typisch uitspraak. Het is arrogant om te denken dat mensen het klimaat veranderen. Het verandert altijd al. Het zijn krachten die wij, die groter zijn dan ons. Ja. Nou, dan zeg ik, het verandert altijd al. Daar geef ik je groot gelijk in. Ja. Ik heb goed nieuws voor je. Ik denk dat het voor de aarde ook geen bal uitmaakt. Ja. Ja. Echt niet. Dan stook ik nog 10 graden warmer. Ja. Oké, er smelten wat ijskappen en er verdwijnen wat diersoorten. Maar er is wel een klein verschil met duizenden jaren terug. Namelijk, het gaat heel snel. Mm-hmm. En dat betekent dat de flora en fauna geen tijd heeft om zich aan te passen.
Ja. En wij zijn ingesteld op deze flora en fauna met onze voedselvoorziening. Met zoveel mensen. En er komen in zo'n korte tijd nog zoveel meer mensen bij. Dat die belasting op de aarde te groot is. Dus de aarde heeft helemaal geen probleem. Wij hebben een probleem. Vandaar dat we eigenlijk dan niet meer zozeer praten over klimaatverandering. Maar klimaatverstoring. Het verstoort het evenwicht wat jij nu gewend bent. Ja. En dan kan je zeggen, hier hebben wij mensen geen invloed op. Nou, als jij je vuilnis buiten neergooit en de vuilniswagen komt niet ophalen, dan begin je na een maand ook iets anders te verzinnen. Als jij van een regenbuitje al compleet ontzet bent, want je haar wordt nat en dan kost je meer gel om dat dan weer te fatsoeneren, of je hebt je föhn nodig, dan zit je toch iets kwetsbaarder in het leven dan wanneer je denkt, nou lekker, het regent, mooi, de lucht wordt weer gezuiverd en we gaan weer door. Ik heb een aantal stellingen beloofd aan de luisteraar. En een van mijn stellingen is, wat we in Nederland kunnen doen tegen klimaatverandering is toch maar een druppel op een gloeiende plaat. Maar houdt dat in dat je die druppel niet moet gebruiken en dan om achterover moet leunen en zeggen, laat de rest het maar oplossen? Mij betreft niet. Nee. Ja, nee. Maar ik hoor het wel soms mensen zeggen. Ja, maar weet je, mijn moeder zei ook altijd, verbeter de wereld, begin bij jezelf. En het gevoel dat je zelf controle kunt krijgen over dingen. Dat je het idee hebt dat je zelf weer beslissing kunt. Kijk, je kunt, iedereen verbruikt stroom, energie. Nou, dat kun je gewoon inkopen. Als je er niks aan doet, is het gewoon grijze, vieze, vervuilende stroom. Maar je kunt ook zeggen, ik ga er dus bewust naar kijken en ik koop het groen in. Nou, 9 van de 10 kost dat niks extra's. En ik heb het een keer uitgerekend. Ik geloof dat we €15 per jaar verschil. Het gevoel dat je dus die keuze maakt van ik doe bewust groen en dan kunnen we iets in gang gaan zetten. Dat is al heel belangrijk voor ons brein. Denken. Dus je moet wel ergens beginnen om een sneeuwbaleffect te kunnen creëren. En fabrikanten zijn heel gevoelig voor de vragen van een consument. Ja. Dus ik zeg altijd, jouw kassabon is jouw stembiljet. Als ik een klimaatgesprek aanga, of ik wil mensen in beweging krijgen, dan vraag ik eigenlijk als eerst, waar word je nou heel blij van? Ja. Dus Manu, waar word jij nou heel blij van? Ik word blij van goede gesprekken, Helga. En wat doet dat dan met jou? Wat doet dat met mij? Nou, ik kijk daarna uit, ik kijk daar goed op terug. Ik vind het leuk om op die manier contact te hebben. En wanneer is dan iets een goed gesprek? Nou, als het echt is. Als het verder gaat, dan... dat is niet vergeten, maar het weer van vandaag, dat is heel grappig. Ja, nee, kom maar op, ik kan alles hebben. Ik kijk toch door mijn zonnebril heen, dus ik weet dat hij doorschijnt. Dus als het wat persoonlijker mag worden, dat vind ik heel fijn. Ja. Ja, en die dingen die jij hoort, daar doe jij ook iets mee. Ja. Jij bent volgens mij best wel een gevoelig persoon. Ja. Jij verwerkt dat, jij doet er iets mee. Het raakt jou. Ja. Dat is het begin. Ja. Want... Nee, dus nou goed, daarom ben ik met Stichting Klimaatgesprek natuurlijk ook aan de gang gegaan. En ik dacht van, als mensen hierover spreken, ergens hoorde ik gaandeweg dat 74% van Nederlands bezorgd is over klimaatverandering, maar we horen het zo weinig van elkaar. Ja. En het kan zoveel, weet je, er zijn ook heel veel oplossingen en leuke gerechten denkbaar en betere energieleveranciers, noem maar op, maar ook dat delen we zo weinig. En ik hou ervan als we oplossingen met elkaar delen en het gevoel hebben, we zijn er samen mee bezig. Wat ik merk is dat met name in de media natuurlijk, sociale media, maar het gaat vooral over negativiteit. Ja. En in ons brein sluiten we ons af. Als iemand negatief tegen mij is, sluit ik me ook af. Ik krijg het gevoel dat jij een heel fijne manier van gealarmeerdheid hebt. Ik krijg het gevoel dat het voor jou super belangrijk is en dat je er veel aan doet, maar zonder dat je uit balans raakt en je motivatie verliest. Ik ben er niet 24/7 mee bezig. Ja. Want ik slaap en dan denk ik niet na, dus het scheelt of was. Dat zijn klimaatdromen. Ja. En ik probeer ik probeer het wel, eigenlijk met alles wat ik doe, wel heel bewust te doen. Gewoon even na te denken, waarom doe ik het? Maar ook gewoon waar je blij van wordt. Dat ik hier naartoe fiets, denk, wat vind je, wat lekker man, wat een weer, wat zijn mensen vrolijk. Ook dat is duurzaamheid. Duurzaamheid is ook bezig zijn met je eigen innerlijke rust en tevreden zijn met wat je hebt. Niet altijd maar meer willen. Ik ben geen alarmist, ik ben een realist. Wat jij zegt, ik ben ervan overtuigd dat we oplossingen verzinnen. En ik denk zeker de volgende generatie die haakt er weer anders op in. Maar ik vind niet dat we het over moeten laten aan de volgende generatie. Hey, los jullie maar op. Dat vind ik te ver gaan. Ja, want ik vind dat je verantwoordelijkheid hebt om datgene wat jij nu verstoort, dat je dat gewoon weer terugbrengt in zo'n oorspronkelijk mogelijk staat. En liever zelfs nog beter. Hoe kwetsbaar ben je? Stel je voor dat de stroom een week uitvalt. Dus je hebt geen warm water, je hebt geen elektriciteit. Dus je kunt ook niet tanken.
De supermarkten worden niet gekoeld, dus je kunt geen boodschappen meer doen. Hoe kwetsbaar ben je dan? Hoe erg vind je dat? Ja. Nou, mijn kinderen gieten al in de stress als de 1 minuut geen wifi is. Dat is de manier om ze naar beneden te krijgen. Stek de trekker eruit en binnen 6 seconden is het record, hè? Ja. Dat ze beneden stond, oh mama! Maar dan heb ik vooral een vermoeden van jouw mening over de stelling. Begin je het snel te kennen, of niet? Ja. De stelling is namelijk, je kan klimaatskeptici maar beter negeren. Maar ja, misschien vanuit de wetenschap weet je toch ook nog iets anders, zou ik kunnen zeggen. Maar ja, wat is je reactie hierop? Dat is altijd heel lastig. Ja. Omdat zeker met lezingen, ik ga wel het gesprek met ze aan, want ik ben nieuwsgierig. Ja. Ik wil weten, waar komt dat nou vandaan dan? Ja. Hebben ze iets in de media gehoord? Is het iets waar ze mee opgevoed zijn? Is het een wereldbeeld wat ze hebben? Kijk naar Amerika, de Republikeinen. Ja, dan is het heel politiek ook. Dan wordt het heel politiek gevoelig. Dus er zit altijd wel een reden achter waarom ze zo denken. Want inderdaad, heel veel Nederlanders weten dit. Maar zoveel minder Nederlanders zijn hun energie aan het veranderen. Of hun etenspatroon of wat dan ook. Dus... Nou, dan ga ik weer terug naar de visualisatie. Het ogen dicht, waar word jij blij van? Ja. Haal het terug bij jezelf. Want daar ligt je grootste motivatie. Ja. Ik denk dat je daarop moet inhaken en niet moet zeggen tegen klimaatverandering. Want het is een te vaag, te complex, te groot begrip. Daar kun je niets mee in je brein. Nee, precies. Dat maakt het. Okay. Dat is het. Dus we doen gewoon geen avond tegen klimaatverandering. We doen een avond voor de dingen waar we blij van worden. Als we, heel belangrijk. Waar word je blij van? En met datgene wat je blij wordt, wat kan jij daarmee betekenen voor je omgeving? Ja. Precies. Ik denk, als je dat doet, dan spreidt het zich vanzelf uit. Okay. Nou, jij wordt blij van een veilige omgeving, een groene omgeving, verse groenten, frisse... Nou, als jij dat dan in je omgeving gaat doen. Wat is nou het leukste, grappigste, apartste wat je hebt meegemaakt op het moment dat je je, zeg maar, verdiepte of iets deed met duurzaamheid en gedrag? Nou, ik kan me wel een grappig voorval herinneren. En dat was bij een lezing in het westen van het land. En die mensen zijn vrij ad rem. Dus dan vraag ik, wat wil je nou vanavond van mij weten? Moet je voorstellen, je Rotterdammers in de zaal. En dan achter in de zaal werd er geroepen. En zo ging het uiteindelijk de hele avond, hoor. Dus er riep op het achter in de zaal, wat doen die windmolens op zee? En hij bedoelt natuurlijk allemaal subsidies, kost veel geld, bla bla bla. Dus dan zit ik al te denken en te ratelen en ik kan best snel denken. Dus voor mijn gevoel zat er 10 seconden stilte. En bam, voor in de zaal draait iemand zich om. Nou, wat denk je zelf? Gewoon draaien. Nou, jongen, weet je, maar dat soort simpele oplossingen, dat doet natuurlijk heel veel. Want er zit een criticaster en de ander zegt, zit je nou moeilijk te doen? Draait gewoon, weet je. Dat zijn... Ja, ik vind dat echt hele grappige momenten, omdat het natuurlijk dan ook een beetje openbreekt. Mijn grootste compliment die je mij nu kunt geven, het grootste cadeautje, is dat jij van de week een andere beslissing maakt. Gewoon puur naar aanleiding van dit verhaal. En die drie dingen ook, als je die drie dingen opschrijft, zeg wat je anders gaat doen, hoe je het anders gaat doen, wie je daarvoor nodig hebt en wanneer. Dus het gesprek over klimaatverandering begint ook niet over klimaatverandering, maar begint gewoon, waar word jij blij van? Wat denk jij dat je kunt doen? Wat is jouw ideale wereld? En hoe kan ik jou daarin helpen? Ja, dat doen wij ook op bijeenkomst 1. Dus we hebben 6 workshops. En de eerste workshop gaat jij en klimaatverandering. Hè, dus, maar dat begint eigenlijk bij van, nou ja, waar word je blij van? Wat voor soort wereld wil je leven? Wat zie je in de wereld gebeuren? En waar wil jij dan het verschil gaan maken? En je gaat nu die visualisatieoefening ga je invoeren, of niet? Er zit nog heel veel winst in datgene wat nu nog niet geoptimaliseerd is. Er gaat nu nog heel veel dingen mis. Dus ik ben op zich helemaal niet bang of er nou 12 miljard mensen zijn. Alleen het is wel hoe je met je omgeving omgaat. En, dan zeg ik ook altijd, dat is ook een leuke voor jou. Als je merkt dat je lekkage hebt, ga je dan eerst discussiëren van... Ja, nou, ik weet niet of dat wel lekkage is. Begin je met dweilen of begin je met de kraan dichtdraaien? Ja. Nou, ik zou zeggen, begin met de kraan dichtdraaien. Ja. Eerst bedenken, waar komt het dus vandaan? Ja. Vervolgens dat proberen op te lossen en dan de gevolgen aanpakken. Ja. Dus klimaatverandering zijn 2 dingen. Waar wordt het door veroorzaakt? Wat kun je daaraan doen? Mm-hmm. Met elkaar, dat kun je niet alleen. En hoe kun je dingen aanpakken? Dus als ik vlieg, echt heel weinig, ik ga niet met mijn gezin op vakantie. Maar als ik vlieg, dan compenseer ik het. Dan probeer ik het zo efficiënt mogelijk te doen. Het moet wel echt bewust en een toegevoegde waarde hebben. Ja. En dat ik dan af en toe een keer vlieg, sorry, ik rij ook nog steeds in een auto die niet 100% elektrisch is. Ja, weet je, ik kan ook op de fiets, maar dan ontbreekt me de tijd. Ja. Ik kan niet naar Groningen, ik kan wel naar Groningen op en neer, maar dan moet ik iets meer dagen uittrekken voordat ik daar dan ben. Ja.
Dus daarom zeg ik ook, je moet niet het maximum zoeken. He, dus ja, geen vlees meer eten, auto weg doen, hutje op de hei. Ja. Maar je moet het optimum zoeken. Okay. Wat is het optimum waarvan jij vindt dat je daar nu een balans in hebt? En dat kan nu anders zijn dan volgend jaar. Dat is anders dan 10 jaar terug en je omgeving verandert. De innovaties veranderen, jouw eigen gevoel. Ik ken mensen die vaak gereisd hebben, die hebben ook zoiets, het is goed. Weet je, dat zit er een soort verzadiging in. Ja. Ik kan intens genieten van een stuk chocola. Ja. Vooral als ik het een week niet gegeten heb. Weet je, dan denk ik, oh, wat is dit ongelooflijk lekker. Dan kan ik wel die hele reep opeten, maar dan vind ik het ook niet lekker meer. Dus als je continu bewust bent van dat stukje meerwaarde wat iets geeft doordat je het doet, dan denk ik, ja, maar dat hoort bij het leven. Ja. Ik zou het, en als mensen zich prettig bij voelen om nooit meer te vliegen en een hutje op de hei, prima. Maar ik denk dat dat een extreem deel van het spectrum is waarbij je niet het optimum zoekt. Ja, nee, dat, daarmee wil ik wel afsluiten. Smaakt het naar meer, dan kan je altijd kijken op klimaatgesprekken.nl of kanai.nl met een K.